Kunt u wel vertellen hoe uw kerstfeest eruit ziet? Ja, natuurlijk anders dan andere jaren, maar we maken het zelf wel gezellig. Of is het ook maar een klein groepje? Moet. Doet u nog iets speciaals? Ja, ik heb nog een moeder van 90, dus die haal ik even uit een verpleeghuis en die komt ook bij me. Ik vind het wel goed. Ik ga lekker kometten met mijn ouders. En ja, op visite bij mijn opa en oma, wel op 1,5 meter afstand. Wij zijn er toevallig al uit. We hebben gisteren eigenlijk erover gehad en we verdelen het een beetje op met de familie. En dan lekker eten. We blijven gewoon thuis met z'n drieën. We hebben de familie allemaal afgebeld. Dus, ja. Anders dan ik gedacht had. Want ik had mijn kinderen en mijn kleinkinderen uitgenodigd. En het zouden met 7 personen zijn. Maar, dus dat was afgesproken. Maar die week daarna is een broer van een vriendin overleden aan corona. En die week later de man van een andere vriendin aan corona. En toen kreeg ik natuurlijk de schrik wel te pakken. Dus ik heb dat maar gecanceld. En nu heb ik iets anders. Een vriendin met een man uit Utrecht. Die komen eerste kerstdag bij mij met z'n tweetjes. Ik denk dat ik gezellig met mijn vriendin bij mijn schoonouders ga zitten. Dus dat we daar gezellig gaan tafelen, lekker eten en drinken. In klein comité natuurlijk, hè, want ja, corona. Dus we gaan niet met heel veel mensen aan tafel zitten. Met mijn familie en met mijn vriendin. Ik ben predikant, dus ik ga eerst een kerstdienst leiden waar ik heel veel zin in heb. Weinig mensen in de kerk, maar heel veel mensen die meeluisteren. En daarna gaan we dat gezellig met ons gezin, met onze 2 inwonende kinderen en misschien nog met onze zoon die in Leiden woont, thuis vieren. Ja. En we gaan voor de rest niemand uitnodigen, behalve mijn zoon met de schoondochter. En voor de rest gaan we mooi met z'n vieren het in huis doen. Wij hebben natuurlijk wel afgesproken met kleinkinderen. En ja, er komen er dan maar 2. En dat kan de volgende dag ook, maar zover zijn we gewoon nog niet. Maar het gaat goed komen. Ik ga het de eerste dag thuis vieren met een alleenstaande vriendin. De beperkingen zijn dusdanig dat we niet met de hele familie kunnen vieren. En de tweede kerstdag gaan we misschien even op bezoek bij onze zoon. Maar dan voldoen we ook nog volledig aan de richtlijnen. Het schijnt dat 15% van de mensen meer dan 3 mensen wil uitnodigen. Wat vindt u daarvan? Niet goed. Ze weten allemaal waarom dat is. En dan moet iedereen zich, vind ik, wel aan houden. Maar ja, dat gebeurt niet. Niet verstandig in deze tijd eigenlijk. Dus daarom hebben we het ook een beetje opgesplitst. Ja. Dat vind ik niet goed. Want? Ik ben diabetisch, dus ik ben bang voor de coronavirus dan. Het is toch ook al moeilijk soms, hè, om een keuze te maken. En zeker dat getal van 3. Probeer me er wel een beetje aan te houden. Maar ja, die 1 of 2 mensen extra, het zijn allemaal jonge mensen, vitaal, gezond. Het is een risico dat je neemt, maar ja. Want dat is hun eigen verantwoording, hè? Ja, ik vind het zelf niet verstandig. Omdat ik denk dat we dit niet voor onszelf doen, maar voor elkaar. Ja, ik vind je moet je gewoon aan de regels houden. Dat is beter. En als we ons allen daar aan houden, dan zijn we hier hopelijk heel snel vanaf. Ik heb gisteravond ook weer iets gelezen over de thuisbesmettingen. Ik vind het ook heel erg jammer dat de restaurants niet opengaan. Want dan is er meer ruimte die voldoen aan de richtlijnen. En nu gaan ze thuis koken en in een kleinere ruimte de mensen bij elkaar halen. Ja, dat vind ik jammer. Maar ik bedoel, het duurt zo even goed langer. Ik heb er wel, aan de ene kant kan ik me wel een klein beetje dat gaatje voorstellen, dat men een escape wil. Ja. Maar ik denk voor de andere mensen om ons heen, maken we het nodeloos langer. En ik ben ook bang dat na de kerst, straks in januari, dat we toch weer met ons allen op de blaren moeten zitten.